de waterkant, daar bij de waterkant. Straight out the bottle. Een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag. We zijn natuurlijk al vanaf vrijdag thuis. Uit Zeeland. En ja, we zitten hier op de boot wat koffie te drinken en chocolade eten. Volgens mij is de reep al hard. Nee, dat is voor de helft op. Oké. Maar dat dus. Wij hadden even wat spullen gebracht. Nou. We hadden even wat spullen gebracht weer, omdat het zou redelijk worden. We zaten al een aantal dagen thuis te koekeloeren. Iedere keer zei ik van, oh, het valt wel mee en dan begon weer te regenen. En ja, en natuurlijk een hoop wasgoed van Zeeland, wat nog moest gebeuren. Dus we hadden zoiets van, nou ja, we gaan niet gelijk naar die boot. Er moet nog een en ander gebeuren. Maar sinds we hier zijn is het al vreselijk slecht weer. Ja, nu zit hier wat te vervelen. Ik zit wat rare filmpjes op te nemen van Instagram. Ook geen idee wanneer het ophoudt. Het blijft maar regenen gewoon. Echt. En ik ben er geen ziek van. Want het zou eigenlijk een beetje beter worden vandaag. Maar nee. Een beetje melig te doen. Een beetje appen met iedereen. Ja, dan was het in Zeeland lekkerder. Dan was het eigenlijk heel goed weer altijd. Ja. Nou. Een hele goede morgen. Ja, het is nog morgen. Het is vandaag woensdag. We waren al heel vroeg op pad. Want wie hebben we hier? Tada! Mirjam. Van Mirjam vlogt wel. En is het nou Mirjam vlogt wel? Of van ik doe het wel? Of is het... Mirjam vlogt wel. Mirjam vlogt wel. Kijk, nee. Die doet het wel. Mirjam vlogt wel van... Die vlogt overal. Ja. Ja, nee. Met de camera mee. Ja. Want soms heb je zo... 50-plussers. Vloggen die? En zo ja. Van, ja, maar Mirjam vlogt wel. Ja, precies ja. Dat. Ja, ja, precies dat. Ja. Heel gezellig. Ze is al heel vroeg vertrokken. Ja. Want ze moest helemaal naar Dordrecht komen. En wij zitten natuurlijk in Friesland. Dat is wel 2,5 uur rijden, denk ik. Ja. Ja, 2,5 uur was ik. Nou ja, en, ik heb een omleiding gehad. Maar ze was lekker op tijd. Wij waren er net en toen kwam ze ook al dus. En we gaan nu even Romke uitlaten. We hebben al even een bakje koffie en thee gehad. En dan gaan we de motor starten en dan gaan we varen. Want ze gaat gezellig een dagje mee. Als Romke tenminste nog meewerkt. Zo, we zijn los. En Romke vindt Mirjam heel aardig, want die heeft koek. Anders denk ik ook wel. Wij zijn aan de wandel. Met Romke. Net lekker geluncht. Lekker geluncht. Broodjes. Broodjes erin. We liggen aan de Goongrijfste poelen. En we zijn nu over het welbekende dijkje aan het lopen. We gaan weer terug, want bij Romke is de puffer uit. Nou, niet alleen bij Romke hoor. Ook bij mij. Dat zal wel meevallen. Nou, dit is wel een sinds juni dat ik weer een stukje wandel eigenlijk. Oh, echt? Ja, omdat mijn kont nog zo steeds zozeer doet. Oh, dus dat moet nu eigenlijk niet, wat we nu doen. Dus nee, ik voel het niet, omdat ik ibuprofen op heb nou. Lang leven de roze pilletjes. Ja, smarties. Daar leven we op. Ja. Nou, we zitten hier ten jol hoor. Lekker van het zonnetje te genieten. Te veel zon. Te veel zon. Staat hij aan? Is hij scherp? Oh, nee. Dat is zo erg. Ja, ik zie wel iets bewegen. Maar zie je dat het scherp is? Ja.
Hij moet altijd even focussen. Of het scherp is, dat zie ik niet. Nee. Ik ben zelf niet zo scherp meer. Dus nee, ik ook niet. Nou, we zitten lekker in het zonnetje. We liggen al een paar uurtjes. We gaan zo meteen terug richting haven. In het Terne. En gaan we om 17:30 even een hapje eten. Ja, dan rolt Mirjam weer op naar het poosje. Ja, dan mag ik weer 2 uur in de auto. Die zetten we weer in de auto. Helemaal naar Dordt. Ja. Dus ja, lekker hoor. Huh? Ja, het is een feestje. Feestje, dat doen we vaker. Dit met kapitein dingen. Chris. Kapitein Hi. Chris, ja. Die is er ook nog. Hi. 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 Ik zwaai wel hoor, ik ben helemaal sociaal bezig. Dat hoort op het water, hè? Dat is de gedragscode, alles wat voorbij komt. Hoi. Maar die zien we niet. Ze zien we niet vandaag. En wat zingen we dan? Ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant. Ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant. Varkensauté, dat is uusheid. Een hele pan vol. Ja, dat moet allemaal op. Zeker. Allemaal lekker. Dat hoeven we niet uit. Allemaal lekkers erbij. En ik heb ook varkensauté. Nou, we zijn weer terug op de boot. Mirjam is weer in de auto gestapt. Die is weer terug naar Dordrecht. We hebben heerlijk gegeten. En het was een supergezellige dag. Heerlijk zonnetje gehad. Een hele poos daarvoor op met z'n tweeën gezeten. Lekker gekletst. Soms vergeten te vloggen. Heel gezellig. En nou zijn wij weer in de haven. En zijn we terug naar Dordrecht. Ik krijg straks een appje van haar of ze er is. En dan is deze dag ten einde. En dan gaan we morgen weer eens even kijken waar we dan heen gaan. Het is donderdag vandaag. We gaan zo vertrekken. Ik zal eerst even boodschapjes halen. Maar wat aan boord zat, dat was niet echt vers meer. Wat we van de week hadden gebracht. Nou ja, toen bleef het maar regen. Dat zijn we natuurlijk niet gegaan. Dat hebben we niet gebruikt. Dus dat kan ik weggooien. Ik zal even wat voor vandaag te eten halen. Dan gaan we straks vertrekken. Want het is al 22:30. Chris had slecht geslapen. Dus hij was pas om 9:30 wakker. Dus ja, hier hebben we gisteren gegeten met Mirjam. Nou, hier zijn we weer op de gewoon geruiste poelen. Dat was gisteren met Mirjam. En ik kreeg net een telefoontje van Celine. Ze zegt, ik wil gezellig langskomen. Waar zitten jullie? En we hadden net de lijnen vast. Dus ze komt hierheen. Dan gaat ze naar gewoon gerijp. Dan zet ze dan de auto neer. En dan komt ze met het pontje over. Het is ook druk op het water. Moet je eens kijken achter mij. Dit is gewoon een doordeweekse dag. Hè? Dit is natuurlijk de laatste week van de bouwvak voor heel Nederland. Dus. En iedereen zoekt naar een plekje. En we waren gelukkig net op tijd. Want we zouden eerst hier heen varen. Maar er ligt een enorme soort van fietsersboot. En die neemt eigenlijk 2 plekken in beslag. We liggen nu een stukje verder. We gaan even zien wat de wind gaat doen. Dat we niet op lage wal komen. Maar fijn. We liggen en Celine komt zo. Dus dat is wel even leuk. Dan kunnen we altijd nog morgen vertrekken. Gisteren ben ik met Romke en Mirjam toch tot aan de haven gekomen. Dat hield hij wel vol. Dus. Maar vannacht was hij heel benauwd. In één keer. Zat hij heel raar te doen en te hoesten. We dachten echt van hij heeft wat. Komt niet goed. En gelukkig ging dat na die tijd weer goed. Maar dat was wel even schrikken, want ik dacht dat die ging.
Wat een gang. Doe jij hard? Hey. Hallo. Hallo lieverd. Hey. Hallo papi. Zo, wat kun je hard rennen? Ja, zitten we net te vertellen dat je zo aftakelt. Hè? Hoe is het nou over? Is de boot daar? Ja. Kom. Kom Rom. Romke. Hier. Hier. Dat is baasje. Waar is baasje? Hij was al hoor. Ja. Hey Romy. Die hebben we daar. It's your girl. Straight out the bottle. Stoer hoor. Wodka. Wodka, ja, denk het ook. Je mag niet naar huis. Die heeft het pontje genomen aan de overkant. Daar stond haar auto. En ik loop weer terug naar de boot. En Romke die wou in die pont springen nog. Die wou achter Celine aan. Die snapte er niks van. En die wou ook nou nu niet met me mee. Omdat Celine daar bleef. En hij zou er nog even inspringen op het laatste moment. En de zon gaat onder hier op de gewoon gerijpste poelen. We hebben al even lekker gedoucht. In ons eigen bootje. Nou ja, douchen, afspoelen. En Chris heeft de vlog al binnengehaald. Tent open.